Een klein formaat en grote daden. Maar geldt dat ook nog in 2020? Een aantal maanden geleden kwam DJI met de revolutionaire opvolger van de DJI Spark, de Mavic Mini. Slechts 249 gram, maar toch een hele hoop toffe features in huis. Nou, klinkt op papier allemaal heel mooi, maar hoe is het dan na een aantal maanden gebruik? Hoog tijd voor een review. Gewicht, batterijduur, camera specs, hoe zat het ook alweer? Eerst even een opfrisser. De Mavic Mini weegt 249 gram en is 13 bij 8 bij 6 centimeter groot. Hij maakt gebruik van een drieassige gestabiliseerde gimbal voor smoother beelden. En die beelden, die worden gemaakt in 2.7K in 25 frames per seconde of Full HD in 50 frames per seconde. Bij dat lichte gewicht komt een flinke accu, dus op papier kun je er tot wel 30 minuten mee vliegen. Foto's maak je in 12 megapixel in JPEG formaat. Die 249 gram die noem ik niet voor niks als eerste. Het is namelijk het uniek selling point van deze drone. Als eerste is het natuurlijk gewoon hartstikke handig dat hij zo klein en licht is. Hij past gewoon letterlijk in je zak. Maar die 249 gram wordt vanaf 1 juli 2020 nog veel belangrijker. Dan wordt er namelijk de Europese drone-regelgeving ingevoerd. En als wij de regels goed interpreteren, zal er daardoor een hoop veranderen. Ja, omdat die drone dus onder de 250 gram weegt, komt het als wij de regels goed interpreteren in de speelgoeddrone regelgeving. Het mooie is, dan heb je dus eigenlijk geen vergunning of certificaat nodig. Oh, maar denk wel aan de AVG, want een blote buurman op je epische drone shots, dat wil natuurlijk niemand. Nou zou je denken, bij zo'n kleine drone, dan moet je vast concessies doen. Nou, op zich ten opzichte van zijn grotere broers zijn er in zekere zin ook wel wat concessies gedaan. Je filmt bijvoorbeeld in 2.7K 25 frames per seconde en Full HD kan in maximaal 50 frames per seconde. Maar is dat bij een drone van dit kaliber wel echt een concessie? In een tijd waar we massaal in Full HD uploaden op onze socials, wie heeft er dan 4K nodig? Nou, ben je nog niet overtuigd van de beelden? Kijk dan even naar deze sequence die we vandaag gemaakt hebben. Door zo'n kleine formaat kun je van die toffe trickshots maken, waar ik zelf erg fan van ben. Bijvoorbeeld door objecten heen vliegen of er vlak langsaf, maakt de video's allemaal een stuk toffer zoals je hebt kunnen zien. Maar hoe zit het dan met foto's? Foto's maak je met de Mavic Mini in 12 megapixel in JPEG formaat. De optie om in RAW te fotograferen zit er helaas niet op. Maar hier geldt ook weer net als bij de video, als je snel mooie kiekjes wil maken op vakantie of voor op je socials, heb je dat ook helemaal niet nodig. Zo moet je de Mavic Mini dan ook echt zien. Snel wat mooie en stabiele beelden maken, zonder al te veel gedoe. Nou, en dat weinig gedoe, dat merk je ook terug in de quickshots die erin zitten. Het zijn er wel een stukje minder dan bij de grotere Mavics, maar alle favorieten, die zitten er nog in. Precies, je kunt kiezen tussen 4 quickshots. Als eerste de Rocket. Dan heb je de Circle. Natuurlijk zit de Drone er ook weer in. En als laatste de Helix. Ja, en dat alles gewoon een stukje makkelijker is geworden, dat zie je ook terug in de nieuwe DJI Fly app. Speciaal gemaakt voor deze drone. Alles ziet er net een stukje simpeler uit. Er zit natuurlijk automatisch opstijgen en landen op. Je hebt de return to home functies gewoon, zodat je lekker makkelijk en snel aan de slag kan. Nou, waar ik nou eigenlijk wel benieuwd naar ben, zou er nog een beetje power in die drone zitten? Nou, power dat heeft hij wel. Je kunt op de drone 3 snelheden of standen instellen. P is de normale stand, daar red je op papier ongeveer 29 km per uur mee. Dan heb je de sportstand, waarmee je op papier ongeveer 47 km per uur zou moeten kunnen vliegen. En de laatste is de cinematische stand, waarbij de drone al jouw bewegingen lekker vloeiend maakt, waardoor alles er mooi uitziet.
Die beelden uit die Mavic Mini, die zijn niet mis. En zeker voor zo'n kleine drone. Er zit mooi contrast in, mooi gesatureerd. Dus je kunt ze gewoon gelijk het wereldwijde web opslingeren. En zo moet je die Mavic Mini dus ook zien. Het is geen vervanger van de Air of de Pro, maar gewoon een extra drone die je altijd bij je hebt. Ja, wat nog wel belangrijk is om te zeggen, is dat er geen obstacle avoidance op deze drone zit. Alleen vision positioning. Dus je moet wel goed uitkijken waar je vliegt. Zoals je misschien wel hebt kunnen zien, hebben we de perfecte dag gehad om de Mavic Mini te testen. Het heeft heel de dag gewoon flink gewaaid. Maar deze kleine jongen, die heeft zich toch kranig verweerd. Het begint nu wel een beetje te hard te waaien, dus dat gaan we hem niet aandoen. We zijn dan ook aan het einde gekomen van deze review. Vond je het nou een toffe video? Geef ons een duim omhoog. Abonneer je natuurlijk op ons kanaal om niks te missen. En dan zou ik voor nu willen zeggen, tot de volgende.